Met honderden tegelijk kruipen ze in alle gaten en kieren. Zo erg is het in Nederland gelukkig meestal niet. Maar de bruine rat kan steeds beter tegen gif en komt steeds vaker voor in Gelderland. Er mag maar één soort gif gebruikt worden en de rat is een slim dier. Als we merken dat een paar soortgenoten door middel van voedsel niet meer leeft, dan gaan ze wel denken van hé, er klopt hier iets niet. Naast het gegeven dat ze zo slim zijn, is het volgens de Wageningen Universiteit vooral genetisch bepaald dat de knaagdiertjes tegen gif kunnen. Uit hun onderzoek blijkt dat 25% van de ratten in Nederland resistent is. Ratten kunnen zich muteren, veranderen en door die mutatie worden ze minder gevoelig voor het gif. De resistentere ratten die blijven leven en de gevoelige ratten die gaan dood. Dus dat betekent dat er steeds meer resistente ratten zullen komen. En aangezien sterker gif in Nederland verboden is, zullen we het moeten doen met de middelen die we hebben. Zoals de ouderwetse muizenval. Het is gewoon Nederlandse pindakaas. Ja, daar zijn ze verzot op. Slimme ratten die tegen gif kunnen. Kunnen we het nog wel van ze winnen? Dat blijft altijd een uitdaging, maar ik ben ervan overtuigd van wel. Als het op de juiste manier het doet wel. Dus om dit soort situaties te voorkomen, moeten we de rat verleiden met pindakaas.